Diabetes type 2 is een ziekte waarbij mensen moeite hebben om de koolhydraten die zij met hun voeding tot zich nemen goed op te slaan in hun vet en in hun spiercellen. En daardoor blijft hun bloedglucose langer hoog en dat kan schade geven aan bepaalde organen. Oei. De grootste veroorzaker is overgewicht, dat mensen te weinig bewegen. We zien dat slecht slapen een invloed kan hebben op het ontstaan van diabetes. En ook stress is een factor die bijdraagt aan het ontstaan van diabetes. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een erfelijke aanleg. Op dit moment hebben we ongeveer 1 miljoen Nederlanders type 2 diabetes. En we denken dat er ongeveer 1100 mensen per week bijkomen. Ik ben, ik kan wel zeggen, ruim 25 jaar diabetes type 2. In Nederland sterft er ongeveer ieder uur iemand aan de gevolgen van diabetes. Misschien kan ik door het programma handvatten aangereikt krijgen, waardoor ik wel een beetje stabielere bloedsuiker krijg. Ik hoop dat ik hierdoor een andere leefstijl kan krijgen, waardoor ik mezelf beter ga voelen. Ik heb al heel veel dingen geprobeerd, maar dat lukt niet, dus ik wil het nu op een hele andere boeg gooien. De meeste mensen kunnen van hun diabetes afkomen wanneer ze aandacht hebben voor hun leefstijl. En dat houdt in hun voeding, hun slaappatroon, het bewegen en stressreductie. Het Keer Diabetes 2 om groepsprogramma is een intensief programma waarbij we mensen een half jaar begeleiden. Daarbij leren ze anders te eten, ze leren meer te bewegen. We kijken naar de slaap en we kijken naar stressfactoren in hun leven. Ik voel me goed. Het is heerlijk. Lekker wandelen 's ochtends. Ik heb het vaker gedaan, omdat ik naar mijn werk liep. Maar het is heerlijk. Ik denk dat ik dat gewoon weer lekker op kan pakken. Leuke groep mensen, positief, team positief. En voor de rest, cynicus als ik ben, afwachten wat er gaat komen. Ik vind het gezellig. Weet je, allemaal mensen die hetzelfde willen als jij, hè? Ons doel van het groepsprogramma is dat mensen zich fitter voelen, meer regie krijgen over hun ziekte en minder medicatie gaan gebruiken. Je begrijpt veel meer eigenlijk wat er aan de hand is en wat je lichaam eigenlijk doet. Ik vind dat het iets is wat eigenlijk iedere diabetespatiënt verplichte kost zou moeten krijgen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door VGZ met hart voor zinnige zorg.